Hoe maak je zelf Antilliaans kokosnoep? Wij noemen ze gente di cacio. Dat betekent tand van een hond. Want daar lijken die blokjes een beetje op. It all starts met een kokosnoot. Die prik ik lek en dan ga ik er eerst het water uit halen. Cheers, mate! Dan de moeilijke klus openbreken. Voor dit recept haal je het bruine gedeelte van de kokos af en het witte snij je in blokjes. Nu rasp ik een stukje gember in de pan en daarbij doe ik 150 gram bruine suiker. Wat water erbij en dit koken we tot het karamel is. Nu mag de kokos erbij. Goed roeren en als het 120 graden is, schep je er lepels van op een vel bakpapier. 10 minuten afkoelen en je gente di cacio zijn klaar. En deze traditionele snoepjes zijn natuurlijk super douche. Dit recept vind je natuurlijk in mijn boek De Complete Antilliaanse Keuken.